Ik ben Arjan Meerkerk, fractievoorzitter voor de SGP in Hardingsveld-Giessendam. En natuurlijk ook actief betrokken bij de landelijke campagne voor de SGP. Want op 17 maart en ook 15 en 16 maart zijn er mogelijkheden om te gaan stemmen. En ik vind het heel belangrijk dat ook mensen uit Hardingsveld-Giessendam en uit onze omgeving ook hun kans waarnemen en hun stem uitbrengen. Jullie partij bestaat al lang, vanaf 1918. Wat is jullie kracht? Ik denk dat de kracht van de SGP is dat we heel goed weten waar we voor staan. Wij maken ons sterk voor christelijke normen en waarden. En je ziet dat de samenleving in Nederland is ook gestempeld door de joods-christelijke traditie. En de SGP wil dat ook zo houden. En wij koesteren die normen en waarden en willen dat ook voortzetten. En in al die al meer dan 100 jaar is de SGP daarin ook heel consistent. Wij zijn wars van hypes. Maar we dragen steeds weer hetzelfde uit, namelijk dat het heel heilzaam is voor de samenleving. Dat is ons geloof, om de geboden, de 10 geboden die God heeft gegeven, om die ook in 2021, de komende jaren, ook te blijven handhaven en daar vanuit te leven. Zijn er na 1918 tot heden eigenlijk nog dingen veranderd in de partij? Zeker, zeker, zeker. Ja, absoluut. Nou, het feit dat ik hier nu voor de camera sta, nou ja, dat is heel lang toch wel nog don geweest, ook binnen de SGP. Was het geen taboe? Taboe niet. Het was denk ik wel een vanuit innerlijke waarden, overtuigingen, ingegeven keuze. Want de televisie hielden we buiten de deur. En daarmee creëerden we ook rust in gezinnen, denk ik. Ja. Maar inmiddels zijn we door de werkelijkheid van de smartphones wat dat betreft ook ingehaald. En proberen wij nu juist ook wel de media te gebruiken om onze boodschap voor het voetlicht te brengen. En dan krijg je soms opvallend veel steun, ook van mensen waar je dat niet direct van zou verwachten. Dus het is een hele mooie manier om in contact te zijn, ook met de samenleving, met de bevolking in Nederland. Jullie hebben de grootste jongerenafdeling. De SGP heeft dat gewoon. Heel veel partijen hebben dat niet. Maar hoe komt het dat jullie dat wel hebben? Ja, ik denk dat de SGP, we zijn heel actief. Ik werd zelf, en ik weet nog dat ik daar heel trots op was, als jochie van 12 liep ik in de verkiezingstijd te folderen. Ja. Foldertje van Bas van der Vlies. En ik vond dat ik heel belangrijk werk aan het doen was. En ja. Dat is ook wel zo. Ik denk dat dat wel de kracht is van de SGP, dat we iedereen ook weten in te zetten. Ik was 23 toen ik in de gemeenteraad al mocht komen. Ik kreeg het vertrouwen ook. Dus wat dat betreft is er volop ruimte ook voor jongeren binnen de SGP. Hoe staan jullie erin over een multiculturele samenleving? Ja, nou, de multiculturele samenleving, voor linkse partijen is dat soms een ideaal, een hoog ideaal om na te streven. Nou, daar gelooft de SGP niet in. Wij vinden dat we de eigenheid en de identiteit van Nederland moeten blijven koesteren en dat we daar ook voor mogen staan. Ja. En vreemde invloeden, soms hè, dat mensen die vanwege geloof of vanwege economische redenen, maar vooral wel vanwege geloofsvervolging, dat mensen op de vlucht gaan, vinden wij begrijpelijk en daar moeten we ook zeker voor openstaan. Ja. Maar wij zijn niet van het ideaal van zoveel mogelijk culturen binnenhalen, want die kunnen je eigen identiteit juist onder druk zetten. Is dat ook ondervonden door de SGP de afgelopen jaren? Je kunt er ook van leren. Ja. Ja, als christenen bijvoorbeeld uit landen, maar ook moslims in landen waar andere moslims hen onderdrukken, in Nederland terechtkomen, dan kunnen we soms ook wel van die mensen leren uit welke verdrukking zij komen. Ja. Ik heb zelf ook samen met mijn vrouw contact met een Syrisch gezin in ons dorp. Leuk. En dat is heel mooi om zo ook met die mensen in contact te zijn en te zien hoe goed wij het hier met z'n allen in Nederland over het algemeen hebben. En wat er daar aan oorlog, aan verschrikkelijke gebeurtenissen zich heeft voltrokken. Dus in die zin is het ook goed dat we ook gastvrij zijn voor echte vluchtelingen. Ja, over 4 jaar. Nou, ik hoop van harte dat wij bij de verkiezingen op 17 maart en natuurlijk 15 en 16 maart is er al de mogelijkheid om te gaan stemmen. Ik hoop van harte dat we steviger uit de verkiezingen komen. Dus dat we hopelijk een vierde zetel halen. Dan komt ook onze regiogenoot André Vlag, wethouder in Herkido Ambacht. Een uitstekende bestuurder. Ja. Ik zou het geweldig vinden als de Tweede Kamer met hem versterkt gaat worden. Ja. Dat is niet onmogelijk. Maar elke stem is daarbij nodig. Nou, omdat de SGP maakt zich sterk voor christelijke waarden, zoals bijvoorbeeld het leven. Elk mensenleven is uniek en waardevol. En als je bedenkt dat 1 op de 7
zwangerschappen eindigt in een abortus. Ja. Dat is bijvoorbeeld een heel concreet thema wat voor ons heel belangrijk is. Wij vinden dat er meer gedaan moet worden, ook om druk vanuit de omgeving, ja. Voor het uitvoeren van abortussen bijvoorbeeld, om dat tegen te gaan, te voorkomen. Want je ziet wel erg op landelijke verkiezingen bij Kees van der Staaij, dat is best een moeilijk onderwerp. Vooral als je kijkt naar de linkse partijen, die zijn eigenlijk heel vrij daarin. En die zeggen van, joh, mens heeft zelf keus om dat te kiezen. Maar jullie zeggen echt nee. Wij vinden dat niet. Nee, wat ons betreft is dat geen begaanbare weg. En we horen ook uit verhalen van situaties waarin een vrouw abortus heeft laten uitvoeren, dat zij daar soms later spijt van krijgt en zegt, die bedenktermijn die er nu is, en die waar 5 dagen week, toch? Precies, waar van de week in de Tweede Kamer een motie voor werd aangenomen, ja. Om dat af te schaffen, is juist heel erg nodig. Ja. En je ziet juist dat in zo'n periode soms ook weer vrouwen tot een afweging komen. En wat ons betreft zou die mogelijkheid er ook niet zo moeten zijn zoals dat in Nederland is. Het blijft, juist ook voor linkse partijen, ja. die zeggen dat elk leven uniek is en er mag zijn, blijft het onbestaanbaar dat dan wel mag. Ja. Ik geloof echt dat 9 maanden voor de geboorte, ja. begint er een nieuw leven. Ja. En wie zijn wij als mensen om dat leven de kop in te drukken, oneerbiedig uitgedrukt. Ja, dat blijft altijd heel aangrijpend, vind ik. Wat ik zou willen zeggen, als u een partij wilt die niet is van de hypes en van eendagsvliegen, maar een partij die voor betrouwbaarheid gaat en probeert een consistente lijn te voeren. Nou, dan stem dan op de SGP op 17 maart.